Morgen is nooit zeker. Hey Bird, eerst en vooral bedankt om aan Storm Magazine deel te nemen en om de cultuur vooruit te helpen door uw perspectief te delen. De eerste vraag is, van waar komt uw artiestennaam? Dat is eigenlijk mijn echte naam. Dat is mijn echte naam. Dat is niet mijn artiestennaam, dat is mijn echte naam. In een ander leven had ik een andere naam. Maar mijn naam is officieel veranderd naar Bird. Dus om dat hoofdstuk af te sluiten. Het was heel belangrijk voor mij om dat hoofdstuk af te sluiten. En mijn naam, ik zeg dat niet als mijn naam verandert. Ik ga al heel lang door het leven als Bird. En niet meer onder mijn oude naam. En ja. Hoe mix je de business side van je kunst en de art side van je kunst? Wel, ik heb in het begin altijd mijn dingen zelf gedaan. In het begin heb ik altijd alles zelf gedaan en alles ook zelf verkocht en gedaan. Maar nu ben ik eigenlijk een galerij aan het opstarten, maar het is later, dan met nog iemand anders. Waarin dat we eigenlijk, omdat ik ben niet meer gelukkig van alleen voor mezelf te werken en ik was het ook eigenlijk stond te bij om kunst te verkopen eigenlijk. Dus eigenlijk is dat de perfecte mengeling van een kerel die echt goed is en verkoopt, echt best commercial guy ever, die zit ook in de finance. Dus dat is eigenlijk echt een zegen van God, eigenlijk echt een zegen van God. Dus dat aspect, de verkoop, doe ik niet meer zozeer. Wat ik dan wel doe, is mijn eigen schilderijen, mijn eigen poetry, mijn eigen hersenspinsels. Maar dan ook wel andere artiesten representeren, zoeken, scouten. En eigenlijk, dat maakt me eigenlijk wel gelukkiger. Dat maakt me eigenlijk wel gelukkig voor die mensen. Kijk, niet zo gelukkig, omdat ik schilderde wel en zo, maar de mensen rondom mij gingen niet naar omhoog. En nu heb ik van God echt wel gewoon zo de autoriteit en de kans gekregen om voor anderen te kunnen betekenen wat ik zelf niet had. Waardoor dat ik dan alleen licht kan schijnen van hey, dit is eigenlijk zo'n verloren diamant, een parel en een oester die gewoon zo, weet je, dat mensen gewoon niet zien. En omdat je dan zelf ook artiesten en zo kan je ook wel beschermen en gewoon, ja, dat is gewoon tegen van God. En heb je op je zocht naar die ontdekking van hoe je het wil aanpakken, wil tegenslagen? Ja, ik denk even dat tegenslagen sowieso een deel zijn van het artiestenleven. Ik denk niet dat je zonder tegenslagen een deftige artiest kunt worden. Alles is toch niet met veel diepgang. Ik denk dat hoe meer tegenslagen dat je eigenlijk hebt in je leven, hoe sterker, ja, ze zijn natuurlijk kapot gaan, hè. Hoe sterker dat je eigenlijk wordt, hoe meer inzichten dat je ook krijgt. En ook hoe dieper je kunst en je mensheid als mens, je maturiteit groeit. Je kunt bepaalde maturiteit gewoon niet bekomen zonder af te zien eigenlijk. Dat is gewoon niet mogelijk. Dat is gelijk een spier die eerst moet scheuren voordat die kan groeien. En heeft uw kunstopleiding, uw visie veranderd of had je die al? Ik heb niet echt een kunstopleiding gedaan. Ik heb van verschillende scholen rondgevallen, maar ben overal buiten gegooid. Dus ja, dat was niet. Maar mijn visie verandert wel. Ik heb daar wel dingen opgestoken. Ik heb daar wel mensen leren kennen. Ik vond dat wel leuk, maar dat was gewoon niet voor mij. Maar het mooiste van heel het verhaal is dat dan, als ik dan zo 5 jaar mijn fabriek had in Gent, dat ik eigenlijk op een gegeven moment was ik een stagiair van het KASK. Zijn master deed en die was zo ouder dan mij en een fantastische kerel en die kwam zijn stage doen bij mij en dat was echt, moet ik zeggen, eerst was dat een beetje verwarrend, want ik dacht, ja, wat kan ik die jongen meer bieden, allee, ja, weet wel, het is zo, zo. Maar toen dacht ik ook wel, ah nee, ja, ik kan hem business-wise wel wat hints en tips en tricks geven en allee, dat maakt me echt wel ook gelukkig om dat te doen, snap je, zo'n zorgen voor, dat maakt me echt wel, ja, ik weet niet, ik heb dat nodig om gelukkig te zijn in het leven. Ja, dat was gewoon, ja, zelf, de school is niet gelukt, maar dan als stageplaats dan wel, en dat was zo, ja, ik weet niet. Dus, maakte je al kunst voor je naar Gent kwam? Ja, sowieso, ik heb heel mijn leven, kom echt uit een moeilijke jeugd, waarin ik eigenlijk alleen maar kon tekenen ofzo. Echt vanaf 12 was ik altijd op straat en zo, thuis ging niet goed, dus dat was altijd op straat leven. Begin van de week, echt, ja, dat was echt vrij zwaar, maar ja, cans en graffiti, dat was zo zalig dat ik wel eigenlijk vanaf mijn 12 kon zodanig goed graffiti spuiten, dat flikken mij niet pakte, en dat zodanig goed was, dat ze nooit gingen dachten dat die een klein had gedaan. Dat was de shit. En over wat ging je laatste kunstwerk? Mijn laatste kunstwerk ging over mijn break-up. Ik heb een verloofde gehad.
En dat was heel pijnlijk. We zagen elkaar oprecht graag. Ik ben echt van best gedaan, maar dat ging gewoon niet meer. Op duur liepen we helemaal naar de kloten en deden we elkaar meer pijn dan we elkaar gelukkig maakten. Dus ja, ik ben echt kapot gegaan. En dat vind ik altijd heel zozeer. Dus dat kunstwerk ging eigenlijk over het feit dat waar is mijn thuis? Omdat voor mij, ja, het thuis was met mijn hoofd op haar borst, dat was de enige plek waar ik rust vond. Dat was mijn thuis. En zonder haar was eigenlijk thuisloos ofzo. Voor mij is thuis geen gebouw, voor mij is thuis, ik weet niet, ja, iets anders. En hoe is je persoonlijk leven, liefdesleven, evolueert ten opzichte van je kunst en je taal? Dat is eigenlijk met elkaar in verweven. Mijn kunst is een deel van het leven omgaan. Als ik niet schrijf, als ik niet schilder, als ik niks doe, dan ga ik kapot, dat kan ik niet. Dan ontplof ik. Ik heb enorm veel temperament en ook heel veel pijn op mijn hart en veel meegemaakt. En je moet daar iets mee doen. En je zoekt een manier om daar iets mee te doen, zonder dat je een ander daarmee beschadigt. Dus je probeert daar eigenlijk een zo goed mogelijke manier, allez, echt in de maatschappij passen, doe ik niet. En toch ook wel op die manier. Op die manier kan ik zo buiten en toch wel in de maatschappij leven. Maar... En waar is je leertje voor dan om kunst te creëren? Is dat je verleden of waar ben je naartoe gaan? Beide. Ik denk kunst voor mij is het verleden, is met het heden en de toekomst verweven. Zonder het verleden is er het heden niet en de toekomst, ja, die bestaat nog niet. Maar het is een optelsom, het is allemaal één grote kettingreactie. En hoe heb je eerste gig gescoord? Oh amai, ik weet dat niet. Ja, mijn eerste gig gescoord. Ik kan mezelf niet meer herinneren wat dat mijn eerste gig was. Het eerste van allemaal. Ik moet echt zo graven. Het eerste kunstwerk dat je hebt verkocht, waarmee dat je de ja, maar het ding is, in het begin ging die niet zo, allee, ging dat niet voor zoveel geld. Nu gaat het al voor heel veel geld, maar toen dus, ja, dat ging wel voor iets van geld. En dan, ja, maar dan, ja, dat is niet van op 1, 2, 3 en dat je dan, en dat is, ja, ik raak mezelf nog altijd. Ik ben letterlijk vorig jaar een keer geslaagd weer te vergeten dat ik een kunstenaar was. Ik ben er letterlijk geslaagd om mezelf zwart kwijt te raken, ik wist het niet meer. Dat was geladig. Ja, live. Maar ik weet niet. Nu heb ik het leren aanvaren of zo, maar ja, ik hoop dat niet meer gebeurt. Dat ik mezelf niet meer zwart kwijt krijg. Ik moet er echt op. Ik moet echt wel zorgen dat ik mijn eigen gitter genoeg vul. En niet altijd de gitter van een ander. En op die manier een evenwicht blijven houden, want anders vergeet ik dat. Dan vergeet ik mezelf en raak ik mezelf kwijt. En raak ik zo ver van pap dat ik helemaal op rondkom. In Gent? Wow, ik heb de pak natuurlijk die dat ik represent. Milan George bijvoorbeeld, dat Left of Zorro, Jens van Zeel, Jenda Dom. En dan een keer nadenken, wat is nog met mijn hoofd, man, ik heb gisteren gedronken. Ja, jongen. Die mannen, ja, en ook gewoon, eigenlijk iedere kunstenaar eigenlijk weet, gast, ik heb gisteren nog gedronken, als ik een naam ben vergeten, sorry gast, iedereen weet dat ik als het moeilijk ga, iemand wil drinken, dus neem het mij niet kwalijk. Iedere fucking kunstenaar die zijn best doet, die met zijn pijn iets mooi probeert te maken, die vecht gelijk voor het licht in het duister, wel, shout out to you, en blijf gaan, blijf geven, en als leven hard is, pak je penseel vast, pak je micro, pak je fucking camera, doe het gewoon. Schrijf, doe. Laat het eruit en laat het gewoon vlammen. Laat het gewoon, alle pijn, alle verdriet, maak er iets van. Gebruik het echt gewoon als brandstof. En in plaats van dat die brandstof u verbrandt, dat die brandstof echt gewoon in je raket, boom, de hoogte in schieten. Kunst is eigenlijk een globale manier om te communiceren met mensen. Ja, veel mensen. ja, maar ik doe overal rond. Ik doe niet alleen in België rond, dat soort dingen. Maar ik denk ook gewoon similar minds. Snap je? Gelijk jij ook. Ik denk dat het vooral gelijk bij elkaar aantrekt. En hoe meer dat je zelf wordt,
hoe meer dat je dan ook eigenlijk wel die personages, hè, die mensen tegenkomt, die dan ook eigenlijk een andere jij zijn. Snap je? Een vriend van mij heeft me ooit gezegd, jij bent een andere ik. En dat is eigenlijk wel, eerst had ik er al moeite mee, mijn ego stond in de weg en dacht, oh wauw, want meestal heb ik daar echt geen last van. Ik dacht van, wauw, een andere ik. Maar ja, dat is eigenlijk wel waar, jij bent een andere ik. Jij bent gewoon, ja, iemand die ook wel similarities heeft meegemaakt en die dan ook met dat. Je kunt alleen maar dat begrijpen als je hetzelfde hebt meegemaakt. Je kunt alleen maar die mindset hebben als je ongeveer hetzelfde pad hebt afgelegd. En natuurlijk heb je natuurlijk variaties erop nodig. Eentje met de zoon en ze kan niet goed meer lachen nu. Ze kan het niet meer aan. De papa is vertrokken en ze heeft niet eens een baan. Fuck dat, dat weegt zwaar. Hartelijk bedankt om mij hier te ontvangen, jongen hier. Dank u, Afrika. Ben op straat, want de huur is niet betaald. Elke nacht laat ze weer het aan, want ze heeft niks. Ze zit in de shit. En soms gaat ze mee met een gast voor een tip. Ik weet dat ze...